Gonna walk around offended all the time. Mensen die voortdurend aanstoot nemen of geërgerd raken. If you have a problem with being offended, als jij moeite hebt omdat je steeds geërgerd raakt, you know what you need to do? Of gekwetst voelt, weet je wat je moet doen? You need to be in the house of God. Kom naar Gods huis. You need to hear the word of God. Hoor Gods woord. You need to read your Bible. Lees je Bijbel. Memorize the scriptures. En onthoud de schriftgedeelten. Because the Bible says, want de Bijbel zegt, nothing shall offend them. Dat niets hen aanstoot zal geven. When you love the word of God. Als je eenmaal Gods woord lief hebt. I love the word of God. Ik hou van Gods woord. I love God's word. Ik hou van Gods woord. I love the word of God. Ik hou van Gods woord. Amen. He is inside of me. Hij is binnen in mij. God, I love teaching. Prijs de Heer, ik hou van onderwijs. I love to hear preaching. Ik hou van prediking. I love to hear Brother Hagio preached an awesome thought this morning. Brother Hagio heeft een geweldige gedachte gepredikt. Amen. Last week Brother Kai taught an awesome lesson. En vorige week heb ik Kai een geweldige les gegeven. I was here Brother Kings taught an awesome lesson. En ik heb een geweldige les gegeven. These three young men. Deze drie jonge mannen. Amen. Om 10 uur, ik weet niet wie volgende week aan de beurt is. Somebody's gonna teach. Iemand zal een les geven. Amen. They're gonna give a lesson. Ze geven een les. Amen. And if you will come, en als jij komt, you'll learn something. Dan leer je er wat van. Woensdagavond Bijbelstudie. Je hoort iets. Amen. Love the word of God. Hou van Gods woord. Amen. Jesus said, we will make our abode with you. Jezus zegt, dan zullen wij in hem wonen. Amen. The word, the truth. De waarheid. And the spirit. En de geest. The spirit. De geest. I love the spirit. Ik hou van de geest. I like the spirit. Ik hou van de geest. Amen. I like worship. Ik hou van aanbidding. Amen. I like the dancing before the Lord. Yeah. Het gedans voor de Heer. I like the praise team when they sing. Het praise team wanneer ze zingen. And the children when they sing. De kinderen als ze zingen. Amen. Worship. Aanbidding. Amen. If it's crying, if it's crying. Misschien moet je ervan huilen. Maybe it's laughing. Of moet je erom lachen. Whatever it might be. Maar wat het ook veroorzaakt. I love the spirit worship. Ik hou van de geest van aanbidding. Spirit. Geest. And truth. En waarheid. Because they make their abode in us. Die maken woning in ons. You'll understand it a lot better. Je zal het dan veel beter begrijpen. And it makes it so much easier. En maakt het ons veel gemakkelijker om hier lief te hebben. And it's no longer an issue. Dan wordt het geen punt meer. Do I have to? Oh, moet het echt? It's no longer do I. Will I go to hell if I don't? Ga ik dan naar de hel als ik het niet doe? I will tell you something. Ik zal u dit zeggen. Keeping his word. Zijn woord bewaren. Living as a child of God. Leef als een kind Gods. Not because I don't want to go to hell. Niet omdat je de hemel, in de hemel wil komen en de hel wil missen. Ja. Amen. That's because I love God. Maar je doet het omdat je van de Heer houdt. Because I love God. Living holy. Heilig leven. And living godly. Goddelijk leven. Honest. Eerlijk. Upright. Oprecht. In this present world. In deze tegenwoordige wereld. I don't do that just because I want to go to heaven. Doe ik niet omdat ik maar de hemel binnen wil komen. It's because I love God. Nee, ik hou van God. I love him. Ik hou van hem. Doesn't matter who's there. Wie er ook is. Or who's not there. Of en niet is. I'm still gonna do. Ik doe. I'm gonna love him. Ik heb hem lief. I'm gonna do what's right. Ik doe wat goed is. Amen. We need to get out of this label who's looking and then I can get away with it. Ja, dan moeten we af van het idee van oh, wie kijkt er allemaal en dan kan ik dit wel of niet doen. You know what? Weet u? He's always hij kijkt altijd. He's always hij let altijd op. Who loves? Wie houdt er van mij? Who loves? Wie houdt er van mij? He's always hij kijkt altijd. Love the truth. Hou van de waarheid. Love the truth. Hou van de waarheid. Praise God. I'm going to end with 2 John. Ik wil beëindigen met 2 Johannes. Praise God. Then we will do something else. We gaan wat anders doen. 2 John chapter number 1, only one chapter, verse 5. Verse 5. Now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which you've heard from the beginning, that we love one another.
En nu vraag ik u vrouwen niet alsof ik een nieuw gebod schrijf, maar dat wij vanaf het begin gehad hebben, laten wij elkaar lief hebben. And this is another message. En dit is een nieuwe boodschap. That I will preach next time I hear Lord willing. Die ik zal prediken de volgende keer als ik hier ben. Dat je elkaar ook lief hebt. Amen. By this shall all men know you're my disciple. Ja, hier zullen alle mensen door weten dat jullie mijn discipelen zijn. Is omdat je elkaar lief hebt. Amen. Love one another. Hou van elkaar. And he says, and this is love, verse 6. En dit is liefde. This is love. Dit is liefde. This is love. Dit is liefde. That you walk after his commandments. Dat wij wandelen naar zijn geboden. This is the love. Dit is de liefde. That you walk in my commandments. Dat je mijn geboden wandelt. He said, and it's the commandment that you heard from the beginning. En dit is het gebod wat u vanaf het begin gehoord hebt. His commandments are not difficult. Zijn geboden zijn niet zwaar. They're not hard. Ze zijn niet moeilijk. They're easy. Juist makkelijk. When you live for God with all of your heart, als je met je hele hart voor de Heer leeft, it's easy to live for God. Is het makkelijk om voor de Heer te leven. But when you try to just get by, maar als je probeert om alleen maar net te doen wat nodig is, it's really difficult. Dat is pas lastig. It really creates frustration. Yeah. Daar raak je zo van gefrustreerd. But if you get in it with everything, maar als je alles erin legt, as we as with my life said, you get in it with both feet. Je met beide voeten in staat. Misschien ben je radicaal over softball. But get radical about Jesus. Maar ben je radicaal over Jezus. You might get radical about automobiles. Misschien ben je radicaal als het gaat om auto's. But get radical about Jesus. Maar je moet radicaler zijn over Jezus. You might be radical about garbage cans. Ja, misschien ben je radicaal als het gaat om vuilnisbakken. Dat maakt allemaal niet uit. Maar je moet radicaler over Jezus. Amen. Make him number one. Laten we samen staan. Amen. It's the love for truth. Het is de liefde voor de waarheid. That will keep you safe. Dat je gered zal houden. Do you know that you can obligate God to you? Je kan je